En net zoals het hele mooie huis van Dirt. Ja, dat is mooi voor jou, hè? Van wie is dit huis van Dirt? De touwler heeft er zin in. Goedemiddag, hij staat hier zo te dansen. Goedemiddag, hier ben ik weer, Zelda Play 20, terug weer de nieuwe aflevering van Let's Modded Minecraft Special Survival, weet ik dan nog meer chaos. Samen met dus... De touwler. De touwler en... Dutch Gaming Nation. En... Chocoladebroodje. Het is ook elke keer wat anders met jou, meneer Speciaal. Ja. Nou, in deze aflevering hopen we dus dat we een beetje onze huizen kunnen upgraden en alles naar de chaos die in de vorige opnamesessie is geweest. Ja. Dus de wall die staat er nog steeds, voice crack daar, dat maakt niet zo erg veel uit. En er was een hele grote request of ik wou vertellen welke mods dat we nou allemaal hebben. Nou, heb ik ze allemaal in de afspeellijst gezet. Dus ondertussen dat hun gaan schavuiteren, ga ik eens heel eventjes de modlijst erbij pakken. Wij hebben de Lion King mod, Better Furnaces, Ultimate Tools, Furniture mod, More Health Enchanted. Dat zorgt ervoor dat we meer die hartjes hebben. Battle Gear 2, dat is, zijn die drie blokjes. Even kijken, dan hebben we de Animal Bikes, Backpack, Battle Towers, Bibliocraft, Cake is a Lie, Dungeon Pack, Enchanted Table Plus, Familiar Mods, dat zijn zeg maar de familiars die we nog niet hebben, maar dadelijk ook nog komen. Infernal Mobs, waar we door zo vaak dood zijn gegaan. Lava Monsters, Lucky Block, Minions, More Player Models, Mutant Creatures, Oorspan versie 15, Pet Bed, Shipwreck, Soul Shards, Special Mobs, Telepads, Utility Mobs, Weather Mods, Zands Minimap en Damage Indicators. Dat zijn alle mods die wij hebben. En dat zijn er veel. Ha, dat was een mond vol. Nou, voor de mensen die gaan vragen of ik daar een pakketje wil gaan maken en kan downloaden, nee. Want daarvoor, ik heb al een paar mailtjes zeg maar gestuurd naar mensen die de mods hebben gemaakt. Want daar heb ik dan wel de toestemming voor nodig, maar ik krijg daar geen reply van. Dus ja, ik ga daar niet zo'n heel pakket van maken. Google is thou friend. Meer kan ik er helaas niet over zeggen. Mocht je dus nog een keer de namen weten, die staan in de afspeellijst, staan alle mods nog eens een keertje beschreven. Goed, dan ga ik ook maar eens beginnen met bouwen, want hun hebben nou allemaal een voorsprong. Daar heb ik problemen mee. Oké, nou heb ik nog iets van... Heb ik nog iets van knobbelstone? Knobbelstone! Ja, ik wil eigenlijk een farm gaan maken. Want die soul shard waar ik het dus over had... Dat zorgt ervoor dat je dus je eigen spawners kan maken. En dat is op zich best wel handig. Hashtag farm. Precies. Dus, en voor de mensen die me vroegen of ik nog een showcase zou maken... Nou, zoals jullie al hebben gezien vanaf part... 7 geloof ik? Ja, part 7. Hebben we dus zeg maar nou ook een introotje dankzij onze Alex. Want ik wou weer terug met Mod Showcase, maar er zit zoveel werk in. Al die video's zeg maar van Minecraft en dan ook nog eens een keertje natuurlijk van Mario Galaxy, waar ik dan ook nog eens mee bezig ben. Waardoor dat ik dus zeg maar niet de tijd vind om ook nog eens een keertje de showcases op te gaan nemen. Dus ik kan wel zeggen dat er een special aankomt of die is al geüpload. Er is pas geleden nog een special geüpload. Mario Party 4 om precies te zijn. 5. Moet ik hem weer hebben? Nou, maakt niet uit. Oké, nou, dat is klaar. Ja. Ja, jullie zijn zo stil, dus ik Ja, nee, ik ben helemaal onder de indruk, joh. Het is echt niet te geloven. Ik ben zand aan het... ik ben in de zandbak aan het spelen. Ik denk dat ik hierachter dan nog een vloer ga maken, tot ik hier een tuinhuisje ga maken, zo weet ik veel. Aan het strand, stil en verlaten. Ik moet hout gaan hakken, want ik heb te weinig hout. Ach, ik weet niet wie zo'n stripmine dit is en het is nou afgeblokt, want daar gaat mijn huis overheen komen. Ik heb een schep nodig. Ja, mijn schep. En ik moet mijn stack in case of tornado, ondanks dat wij nou zo'n hele mooie hoge toren hebben, ben ik bang dat ik toch nog heel eventjes voor de zekerheid toch een dirt supply moet gaan maken. Dus, oh nee. Ik heb nog eventjes de settings nagecheckt. En nogmaals, het ligt dus echt niet aan de settings. Het is dus puur echt een let's play vloek. Want zoveel problemen hebben wij nooit gehad in Fun server. Klopt. Nee, onze server is gewoon foutloos. Nou ja, foutloos. Ja, foutloos. Jij ging nog wel vaak. Maar... Ik bedoel... Volledig hopeloos dus. Ja. Dan moet hij wel om huilen, hè. Dat is niet zo aardig. Ja, maar ik ben niet aardig. Oh, nee. Niemand ooit gezegd dat hij aardig was. Nou. Dus. Dat is ook niet zo aardig, Wilco. Ik ben één heel belangrijk dingetje vergeten. Je timer. Oh, je hebt een timer, Ken. Nee, de ditje pollen. Dat je nou normaal. Het zijn twee belangrijke dingen. Ja, de tweede belangrijke ding die ik dus vergeten ben. Ja, jullie zien het hier op de camera. Van, hij is een timer nog. Ik denk dat we ongeveer, hoe lang zitten we erin? Ja, met de 5 minuten. Oké. Ja, ik tel er wel goed mee. Ja, ik tel er gewoon 5.
Sommige afleveringen die zijn 36 minuten om dat te proberen iets uit te leggen en dan gaat het nog alsnog fout. Dus, maar goed, de tweede belangrijke update en dat heeft dan te maken met het let's play gebeuren van deze gebeuren. In aflevering 1 hadden we gezegd dat onze inventory niet, of onze armor niet hoger mag zijn dan Emerald. Dit wordt aangepast. Aangezien dat met volledig diamond of met volledig emerald armor we nog steeds 10 hartjes schade kunnen krijgen. Gaat. En aangezien dat er zoveel special mobs en alles spawnen, mogen we ons eigen dus gaan verdedigen op onze max. Dus daarvoor gaan we er dus voor zorgen dat we dus ook amethyst armor mogen hebben. Ultimate armor, noem het maar op, als we daar de materialen voor kunnen vinden. Oh yeah. Maar dan pak ik ongestraft mijn lucky blocks af, zeker dit spel niet. Nee, dat is mooi. En net zoals het hele mooie huis van Dirt. Ja, dat is mooi voor jou, hè? Van wie is dit huis van Dirt? Die was toch van Tommy? Oh ja, dat is van Tommy. Oh ja, natuurlijk. Altijd toch? Zelfde player, ga je weer zo'n oversized huis maken? Altijd toch, jullie kennen me toch? Weer zo weer over de top en... Ja... Kijk, ik ben altijd van de oversized en de Taule die heeft altijd een mooie decoratie erop zitten, dus Ja. Let ik even Ja, doen. Dat is gewoon zo. En dan ja, moet ik wel zeggen dat het best wel grappig is. Ik heb dus zeg maar een skeleton ding op, omdat ik geen helm heb. Dus daarom heb ik een skeleton face. Maar dat biedt geen protectie, toch? Hè? Eh? Het is gewoon voor decoratie dat, toch? Ja, probleem mee, bel mijn advocaat die ik niet heb. Ja, oké. Okay. Ik heb een voice crack van heel het begin. Jeetje. Ja, in ieder geval hebben we wat rustiger weer buiten. Ja, we hebben wat rustiger weer buiten. Ja, inderdaad. Het is nou stralend strakke blauwe lucht. Vergeleken met die vorige keer dat ik hier met twee camera's stond en helemaal fanboy. En ook nog eens een keer dat het zo donker was dat het best wel angstig was. Weet ik het allemaal meer. Noem toen echt fanboy. Ja, leuk. Ja, ik ben echt fanboy van onweer. Dat hebben we toen wel in aflevering 7 gezien. Ja. Zeg me dat je erop slaat. Oh mijn god zeg. Dat kan ik zat er echt zo terug te kijken van... Juist. Ik dacht dat het wel mee viel met mijn fanboyheid. Ja, viel mee. Oh, nou, ik vind het wel leuk hoor. Ik moet zeggen, laatst ook, toen zat ik op... Ja, gewoon mijn fanmail te lezen en alles. En in één keer op Twitter kreeg ik toen een linkje tot er iemand dus zeg maar zo'n musical had gemaakt tot de Towler en ik. Nogmaals bedankt daarvoor. Echt leuk. Dat is echt tof. Daar hebben we allebei heel erg van genoten. Dat kunnen we echt waarderen. Ja, dat was echt leuk. Ja. Oké, okay, ik heb weer raad in cobblestone nodig. Hoi. Voor mijn vloertje. Ja, ik ben ook bezig. Een tromptable, dus dat... is handig. Ja, dat is niet meer vrij, maar ik blijf lekker hakken. Er is iemand bezig geweest met creepers. Ik ben bezig met creepers, maar ik heb er nog geen één gevonden. Oh, ik weet niet wat er dan was, maar er was... Ja, ik heb ook sowieso weer een paar van die Miner's Dreams nodig. Maar ja, aan de andere kant, ik heb nou even cobblestone nodig. En daar krijg je niet met Miner's Dream, dus. Oef. Ja, wat ik nodig heb is... Wat is dat? Je hebt een zakdoekje nodig, omdat je in de afgelopen aflevering dood bent gegaan. Dat ja. Boom. Al moet ik zeggen dat die dungeon die was ook wel heel erg extreem. Maar we hebben die dungeon helemaal 100% gecompleet nou, dus... Gelukkig wel. Ik heb een inktzak nodig. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er ongeveer last hebben nou op het moment nog van weinig health. Ik heb er nu genoeg. Om hopelijk niet zo snel meer dood te gaan. En ik heb nog één piece of heart. Zou het mogelijk zijn? Zou het mogelijk zijn gewoon dat ik in deze aflevering geen dead sound hoef te editen? Als dat mogelijk zou zijn, krijgt iedereen van mij een koekje. Oké, jongens, kom op, we gaan ons best doen nu. Oh, dan krijg je dadelijk nog koekjes, wat leuk. Ja, maar ik wil heel graag koekjes. Dan moet hij eerst een jungle vinden. Nee, maar real life koekjes, hè? Nou, maar eerst allemaal naar jou toe. Ja, ja, daarom. Gaat hij op de post? Krijgen we daar dan ook nog een reiskostenvergoeding voor? Nee. Ik heb bloklag. Ja, ik ook. Ik het niet. Lol. Hier, zien jullie dat? Ik heb hier al ondertussen 25 blokjes gemijnd en ze komen allemaal weer terug. Alsof ik geen cobblestone mag hebben. Nope, nobody cares. Nou, dat wel maar. Kom op, geef. Net met de dirt had ik er geen last van, maar ja, dat komt waarschijnlijk omdat we allemaal aan het minen zijn ofzo. Nou, ik ben nu alleen mijn huis aan het... ik heb al een lekker grote enchantment kamer. Ik moet nou 300 keer ondertussen één blokje maken. Ja, ik zit er echt zo bij van, yeah.
Ja. Dus jullie ooit willen enchanten, jullie kunnen gratis bij mij enchanten hoor. Oh, oké. Okay. Ik wil mijn eigen enchantentafel. Ik ja, heb al level 30. Ja, maar ik ben in de vorige aflevering zo vaak dood gegaan dat ik nou blij ben op level 21 alweer zo. Oh, ik zit op 11. Zo! Zelfs ik zit op 11. Zo! Ja, er is vooruitgang, er is vooruitgang. Ja, maar daar komen ze zelf wel. Stefan, weet je nog dat we op het begin gewoon problemen hadden met zo'n scorpion? Oh ja! Waar je nu echt zo aankijkt van, yo, wat doe jij hier? En dan heb ik eigenlijk best wel zin om een keertje de desert in te gaan om te zoeken naar die scorpions. Maar ja, aan de andere kant... Hè? Payback gevoelens. Ja, nou, dat heb ik eigenlijk met heel deze server op het moment. Oh ja, dat is waar. Deze server die heeft me nog wel een beetje boos gemaakt. En je weet wat met iemand gebeurt als iemand mee boos maakt. Heb iemand een inktzak? Dat gaat een mooie... Waarvoor heb jij een inktzak nodig? En voor een perfect... Of een... Hoe heet dat? Enchantment plus. Plus? Plus? Ja. Jij was toch een C1000 mannetje? Oh! Ja. Hij gaat nu gewoon de concurrent een beetje... Ja, het is maar wat je zin. En even een slokje van mijn thee. Het enige nadeel is, nou kunnen we niet een mooi vierkantje dus meer maken van de wall of comments. Jouw enchantment table staat in de way. In de way. Nee, die staat niet in de way. Hallo meneer. Ja? Dit is een prachtig mooie aanbouw die ik zojuist heb gemaakt. Nou, eigenlijk hoort hier dus die muur... Nee, maakt niet uit. Hier hebben steen voor je raam. Wat is dit nou weer? Oh. Muiterij! Nou, ik ga veilig naar binnen toe, want het wordt nacht. En ik weet, nacht, dat willen we niet buiten zijn in ieder geval. Dus, ja, zoiets. Dus ik denk ik heel eventjes alvast ook van die stone bricks even maken om hier buiten. Want dit is dan gewoon mijn storage. En ik ben niet zo'n plan om met de better furnace te doen. Want ik weet nou eindelijk wat ze zeg maar die andere power-ups doen. Mm-hmm. Dus daar wil ik zeker gaan uitproberen. Alleen daar heb ik wat materials voor nodig. Dus moet ik eerst naar een miner's dream en al die zooi. Dus dat heeft nog geen nut op dit moment. En dat wordt dan ook een beetje mijn huiskamertje en zo. Dus Oké, nou dan ga ik eventjes stone bricks maken. Daar heb ik zin in. Waarom heb ik er zin in? Omdat het kan. Waarom? Daarom. Oh. Waarom zijn de bananen krom? Als ze recht zijn, dan vallen ze om. Oké, nou in ieder geval, het is nacht, dus ik knip er heel eventjes naar voren tot het dag is. En ik weet het, we hebben allemaal nog geen... Ja, ik heb nog geen bed, nog steeds niet. Omdat ik kom alleen maar schapen tegen wanneer ik honger heb, dus... Ik heb een bed. Ben ik dan serieus de enige met een bed? Ik heb ook een bed. Ik zou ook een bed kunnen maken als ik wil. Ik maak een bed voor je, Stefan. Hij gaat een bed van me maken, wat leuk. Lief, hè? Moet ik er nog een bordje op gaan zetten van gemaakt door... Ja, dat ga je doen. Hij voelt de liefde. Oh, ik voel de liefde. Nou jongens, ik zie jullie wel weer wanneer dat dag is. Poef. Nou, dankjewel voor het bed. Ik heb liever 2 persoons, maar nee hoor, die luxe die gunt hij me weer niet. Hallo. Hoi. Hi. Hallo, ik heb alleen 3 hout nodig. Dit is de knip, hè? Ja, we zitten nog steeds in de knip. Pis, poep, Gerard Joling. Gerard Joling. Ik heb geen hout. La la la. Tenminste, ik zit wel. La la la, la la la. En dan is hij dadelijk bijna bij zijn bed. Wil hij op zijn bed gaan liggen? En dan in één keer komt Tommy eraan. Hallo. Oh. 2, 3, 4. Ik kan niet resten, want er zijn monsters nearby. Oh. Wie gaat even die monsters killen? Ik ben zelf wel. Dat was mijn facepalm. Nu heb ik hoofdpijn. Ook echt met een kopje thee. Goedemorgen. Ja, ik had een bed gedoneerd gekregen van de Tauler Gaming. Natuurlijk. Jongen. Wow. Wow. Een zombie voor mijn deur. Wow. Ja, daar heb je wel zo. Oh, ik heb een Endernight beest geval. Zo'n Wimbo Web. Even aan de kant. Wimbo Web. Nee, Wimbo. Niet weer. Nee. Oké. Dit keer niet. Sorry. Echt serieus, ik heb een mierenplug! Weer. Ze houden van jou. Of die plaagmier heeft jou. Touché. Oké, wat... Ja, ik ben nou bezig zeg maar waar ik dus een woonkamer iets van achtig wil van gaan maken, dus... Ja, ik ga even wat minen denk ik. Alleen zoals ik al zei, dat ik dus ook een farm nodig heb, dus ik denk... Mantis! Not the Mantis! Naar binnen. Durf ik hem aan?
Kom. Kom dan. Je bent bang, hè? Je bent bang voor de slager. Je gaat weglopen, hè? Wie raakt jou? Zo, je krijgt heel veel schade van weet ik voor wat dus. Oh, die. Nee, echt. Hij heeft nog 28. 8. Waar ben jij aan dood gegaan? Wow. Ja, het zijn jouw spullen. Je mag ze pakken. Ja, dat dacht ik ook. Maar... Nee. Waar is hij aan dood gegaan? Water? Nee, want hij vloog. Drown. Zou die dan toch verdronken zijn? Ik weet niet, ja. Het zou in theorie wel kunnen. Ik weet niet, maar hij was nogal... een vogel. De magische vogel van weet ik voor wat is. Sorry. Dat was hem niet, hè? Nee, dat was hem niet. Okay. Dus, ik moet wel zeggen, tot ons deurt wat we dus zo lang aan gewerkt hebben, dat wel weer een mooi graslaagje heeft. Gelukkig wel. Okay, dan wil ik het heeft ook een week de tijd gehad om te groeien. Ja, dat wel, dat ja, wel. Ja, dat is waar. Ja, maar hier nog een deurtje. Dit is weer een mooie grasmat. We lopen gelijk met iron deurs. Weer een mantis! Jezus. Ik ga er achterna, ik wil dit keer. Nou, veel plezier. Wacht, wil je achter de mantis aan? Ja. Hij wil achter de mantis aan. Jij achter de mantis aan? Kom maar, Bee! Oh nee, niet weer bij de hand. Wat ga ik doen? Not the bees! Oh ja, ik moet nog wat hout hebben. Als nee! Als je vinden moet en je weet niet wat je zoekt, pak de kaart. Pak de kaart! Waarvan was dat eigenlijk? Voordat ik in één keer heel enthousiast mee begin te zingen. Dora the Explorer! Dat meen je niet! Ik heb die show nooit gezien! Hé, kijk, een scorpion bij mijn haar! Hallo, kleintje! Hallo! Hallo, scorpion! Ach, doe jij mij nou zomaar prikten? Doe jij mij nou zomaar prikten? Ach, wat ben je... Ach, oké, nou sterf. Ik heb dood. And you live. Ik zo mooi aangevallen door zo'n beest. Ik zo... Sta er gewoon naar te kijken, dat je er echt bang voor bent. Ik heb even voor die kringen. Ja, het is zo. Weet je nog, 4 weken terug. Flashback? Nee, dat... Nee, geen flashbacks. Yesterday. Nee! Ik was hier niet blij mee. Een scorpion! Zal ik deze lucky block nu wel openen? Scorpion, kom hier. Ik ga je slaan! Nee! Jij mag mij niet slaan! Nee! Ja? Oké, dan. Miner's Dream! Ja, hij wel, hè? Het ziet er interessant uit. Oh, blok of... Een blok... Shut up. Je hebt een blok wat? Hij heeft een blok lag. Oh, een blok lag. Oh, interessant. Oh, jackpot! Mantis kill is nog wel. Ik laat heel even duidelijk mijn gezicht zien. Zelda Play 20 is not amused. Ja, eigenlijk wel. Alles behalve dat. Creeper, nee! Hoi! Hoi. I love creepers. Gaan we weer hoor. Hoi. It's back again. Ik denk dat ondertussen bij mijn kanaal zal blijven zoals boter bij mijn kanaal zit. Boter. Oh, ik ken in ieder geval een tweede verdieping maken. Dat is wel mooi aan deze kant zo. Oh ja. Nou, dat is... That was fun, but now you're done, you're out of luck, because you suck. You're not quite as good as everyone else who plays it. Don't continue, just give in your silly boop, freaking... Ik dacht bij mij eigenlijk, niet weer, nee, niet weer zoveel editwerk. Vorige week was te pijnlijk. Nee, echt serieus, vorige week was te pijnlijk. Ja, klopt. Ik ben met de aflevering van zaterdag ben ik gewoon 5 uur bezig geweest, dat weet ik nog. Dus, We hoorden je klagen, dus... Jongens, jullie moeten niet zo verdomd gaan. We hoorden echt niks anders. Nou, dat was niet van jongens, dat was met Guido. Wow. It's Gaming Nation! You please stop dying for a bit. For the love of God! Please! Stop dying! Stay alive! Stay alive! Dus... Swing awake! Wacht, dat was toch van die film Signs? Swing away. Swing away. Tenminste, daar herinner ik me nog wel. Dat was dan echt een heel erg swing away. Echt, die film die sloeg helemaal nergens op.
Maar gebeurt er nog wel in deze aflevering? Nee, mogen we één relaxte aflevering hebben? Voor één keer? Gewoon. Minimaal één. Ja, want ik bedoel, ik wil op zijn minst dit keer wel 4 afleveringen in 2 uur op kunnen nemen. En niet dat we nog steeds vastzitten bij weet ik welke minuut. En... Want ik heb het namelijk dit weekend, op dit moment dat dit wordt geüpload. Het klinkt nogal raar, maar op dit moment heb ik nogal een speciaal evenement. Dus dan kan ik niet opnemen. Nee, dus we moeten alles even een beetje snel gedaan hebben. Nou ja, een beetje snel. Nee, gewoon normaal, tot we gewoon dus zeg maar een half uurtje vol kunnen praten, een beetje kunnen bouwen, een beetje zo. En wat niet, volgens mij heb ik sowieso dadelijk nog koppelstone nodig, maar dat komt goed uit, want ik heb gunpowder ook nodig en alles, dus. Aha. En hoor ik eigenlijk zal mopperen, hè? Hij wel! Maar ik kan niks weghakken. Het komt gelijk terug. Ik heb geen last ervan, het spijt me zeer. Nee, ik heb op het moment ook geen last van. Nee, sta je niet bij de spawn point? Kan ook. Nee, net niet. Net niet? Net wel, net niet. Net wel, net niet. Netwerk. Netwerklag. Ja. Oké, dan moet ik hier dus ook nog een soort van deur in gaan maken. Moet er een dirt in gaan maken. Oh, even kijken waar is het beste. Nou, als daar een kistje staat, dan kan ik hier dus het beste. Holy snakey, special creeper! Ik weet niet wat er aan de hand was en ik hoef het ook niet. Ja, dat was een special creeper en die wil ik liever niet. Een special creeper nog wel. Ja. Ik denk dat ik hier de deur gewoon maak zo. En dan kan ik zo'n storage lopen wanneer dat ik wil. Leuk! Durf geen confrontatie met hem aan. Oké. Waarom niet? Bang dat je doodgaat? Ja, dat sowieso. Wat jammer daartoe. Maar ik heb in ieder geval genoeg gunpowder voor 2. Deze aflevering. Hier, weer zo eentje, hè? Weer zo eentje. Ik heb wel genoeg gunpowder. Nou, blij. Hoeveel gunpowder heb ik? 1, geloof ik, nog steeds. Eet maar. Wil je er een van me, wil je er 2 van me lenen? Nee. Gratis? Nee. Gratis. Hoezo kun je gratis lenen? Gratis lenen. Dan is het gewoon gratis geven, toch? Ja, en het. Alleen ik wil er wel rente op. Daarom is het gratis. Het is gratis lenen. We moeten wel terug betalen. Jouw logica slaat echt helemaal nergens op. Dat klopt. Logica's. Dat zeggen meerdere mensen dat ik een hele rare logica heb. Ah, logica's. Ja. Misschien komt het omdat je een animator bent. Hey, leave the animator alone! Nee. Ik heb obsidian en glowstone nodig, maar volgens mij had ik ook glowstone. Oh nee, die had iemand anders gejat van mij. Ik wil nog steeds een inktzak. Ga ik gewoon dadelijk even zelf eventjes terug naar die dungeon om heel even... Ja, ik denk dat ik daar even ga doen. Ik denk dat ik heel eventjes glowstone gaan verzamelen. Want ik kan trouwens eerst eventjes de iron doors plaatsen. Door. Hoeveel iron heb ik? Oké. En hoeveel deuren heb ik daarvoor nodig? Nou, sowieso deze die moet ook iron worden. Dus mag ik hier mijn houten deur weg? Het houdt niet op. Oké, dat is 1. Het houdt niet op. Ik heb 3 iron doors. Oké. Daar doen we het voor. Gewoon niet op. Nee, maar als je even door goed denkt, houdt niet op. Oh, hè, moest je die grap nog uit gaan leggen ook? Voor de mensen die het dan niet snapt? Ja, eigenlijk wel. Zijn er mensen die het niet snappen dan? Ja. Nou ja, Alex blijkbaar. Oh, ja, maar dan noem je ook een geval apart. Dat is niet aardig, weet ik. Dan moet je zacht aardig doen. Ja, precies. Een beetje doorgebakken. Even kijken, heb ik nog smoot? Heb ik nog smootstone? Zeg me dat... Nee hoor, tuurlijk niet zelf te playen. Waarom zou je in godsnaam denken dat wij nou nog een beetje smootstone gegeven? Ik moet echt gaan minen. Oké, ik heb... En het wordt een nacht. Die ik normaal niet liever in deze playthrough zie. Oké, dan zet ik eerst hier eventjes een houten deur in. Zo, poef. Dan zorg ik in ieder geval tot 1 deur als secure is. Sterf. Een water dragon. Een water dragon. Dragon. Een dragonwater. Oké, nou. Gaan jullie naar je bedje toe? Nou, ik denk dat we... Jij wou sowieso nog gunpowder zoeken, dus... Nee, maar ik heb ook gunpowder. Ja, wat wil je nou? Ik heb nog gunpowder. Ik heb grotten en daar spannen creepers in, want die houdt donker. Juist. Doen we dan maar slapen? Wat willen we?
Ja, als jullie willen slapen, rusten. Gaan we slapen. Oké. Okay. Wow, dat sound, joh. De geluidseffecten. Je kan zien, de sound effects zijn just astronomical voor dit point. Ja. Of doet jullie dit ergens aan herinneren? Oh, Zelda player, ik zie je daar staan, set time to zero. Ja, in het begin van een opnamesessie doen wij dat. Dat heeft namelijk een reden, anders zouden we een zinloze knip krijgen. En dat slaat helemaal nergens op. Dus. Mm-hmm. Ja, maar, ja, inderdaad, dat is heel erg jammer. Dus, ik ga heel eventjes naar die glowstonefontein. Want, sowieso heb ik cobblestone nodig, maar sowieso heb ik ook die glowstone nodig voor... Nou, trouwens, dan heb ik ook obsidian en alles nodig. Ik moet echt gunpowder gaan vinden. Oké. En natuurlijk hebben we hier Tornado Alley. Moet je eigenlijk een bordje bij plaatsen, hè? Nou, ga je gang. Ga een bordje maken. Nee, stel je voor dat hij moeite zou moeten doen. Hey! Zombie met goud zwaard. Hoe gaat het ermee? Sterf. Mijn life is helemaal niet geïncreased. Zeur niet, spel. Ik heb nog steeds 20 hartjes en dat blijft zo. En nou is mijn ding geglitcht. Fijn. Zo, er is weer eentje met een creeper bezig geweest. Geef me nou je... Oh, over creepers gesproken. Hey, kijk, gunpowder. Hoeveel gunpowder heeft hij me gegeven? 2. Nee, ik heb 1 minus 3 maken. Hoe dat hier in één keer... Oh, hoi. Jongens, wij hebben hier alles al gehad, dus waarom... Hey, nog een creeper. Geef hem gunpowder. Geef hem grote beest. 1. Oh! En de knight is een beetje... Jij bent nogal groot. Kom op. My personal mind up weer. Ja. Och. Ah, dat kan gebeuren. Nee, ik heb een... Jee. Oh, ik heb pas... Oh, ik heb veel te weinig glowstone. Ik heb echt veel en veel meer glowstone nodig. Nou, dan moet je glowstone gaan hakken. Ik ben er al mee bezig. Hakken, takken, takken, hakken, takken. Ik ben hier gewoon heel die eerste verdieping van die cave, die we 300 keer al gezien hebben of zo, waar we 500 keer dood zijn gegaan, die ben ik gewoon helemaal aan het kaal plukken nou met glowstone. Het is niet dat we hier nog terug gaan komen of zo, dus. Nee, ik denk het niet. Al hoor ik nog wel een blazer spawner onder me, maar ja, boeien. En zombies hier. Laat mij nu alleen. Nee, zeg maar niks. Je zou die een armor creeper. Je zou die zombies kunnen bewaren als spawner. Je kunt zelf je eigen spawners maken. Ja, dat is waar. Ja, dan hoef je er ook niet zoveel moeite te doen. Hey, creepers! Wat zou ik ook weer doen? Oh ja. Oh, hi. Ik heb al 4 gunpowder. Oh. Dan heb ik alleen duidelijk nog een cactus nodig. Oh, heb je cactus nodig? Die pak ik ook zelf, want dan kan ik tenminste zeggen, ik heb al 1 minus dream gekregen van iemand. En dat bracht me geen geluk. Oh. Ja, die van mij. En die bracht geen geluk. Daarna ging Lucky Blocks maken en boom. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ik geef jou de schuld. Waarom? Ik moet iemand de schuld geven. Oké. Waarom dan? Ja, dan kun je toch ook jezelf de schuld geven. Ik bijns er niet over. Sterf. Goed, dan weten we dat ook weer. Ik had echt voedsel nodig, ja. Nou weet ik het ook weer. Dus nou heb ik ondertussen genoeg glowstone en nou heb ik voedselproblemen. Jee. Oké, nou dan ga ik hier door. Crisis. Ja, we hebben zoveel paniekmomenten gehad. Dat we de rest vergeten zijn. Ja, daarom. Dus nou ga ik heel eventjes kijken van... hebben we hier nog iets in deze kist achtergelaten? Ik weet niet waarom dat het hier nog allemaal ligt, maar we hebben hier nog in ieder geval wat Netherwart en Iron Man laten liggen. Die kist zeg maar onder die dungeon. Oh ja, dat is waar ik mijn troep in had gegooid. Ja, nou is het van mij. Ah joh, neem maar mee. Doe wat je niet later kunt. Ik heb ook nog hersens, maar ja, daar ken ik niet zoveel mee, ook al heb ik honger. Oh ja, dan weet ik wel wat ik wou gaan doen, ja. Sowieso ga ik heel eventjes... Hi! Nee, niet weer, nee! Au. Ga je dood? Nee. Gaan we het zien? Gaan we het meemaken? Ga je het doen? Toe. Come on! Ik haat jullie. 27 verschillende manieren. Gelukkig. Oh, dat is in ieder geval beter dan talen.
Eens even kijken. Ik heb de cobblestone heb ik nog nodig. En ik weet niet, hoe hoog heb ik dat ding ook alweer gemaakt? Aanschouw! An advanced enchantment table is born! Nee, ik wil onze wachttoren eventjes helemaal compleet nou hebben, dus... Ik kan enchanten, ik kan enchanten. Hey, gefeliciteerd. Hey, dankjewel! Ha. Ik zie dat ik... een enchantment table had! Okay. Oh, Wilco. Kijk, ik ben altijd aardig voor mensen. Klopt. En... woep! Yay! Yay! Nou is de toren helemaal af. Nice. Ja, ik heb nou glowstone, dus Nice. Oh, nou kom ik er, dat is het dus. Hè? Jongen, dat is het dus. Ja, nou geeft hij ook licht in het donker. Nou heb je er nog meer aan. Multifunctioneel, high-technicaal. Dat van Paper Mario is, dat weet ik ondertussen. Jullie kunnen stoppen met mij te commenten tot dat van Paper Mario. Ik weet dat dat van Super Paper Mario is. Oké. Okay. Zo goed. Ik kan maar 300 keer blijven zeggen ondertussen. Ja. Maar goed, ik zie dat we flink op het einde zijn van deze aflevering. Dus ik ga heel eventjes naar de Wall of Comments. Oeh. Welke comment wordt het vandaag? Tromgeroffel. Nee. Laat ons niet in spanning. Vertel. Oké. Ik heb mijn bordje al hier klaar. En dan moet ik heel eventjes dus mijn notitie erbij pakken, want ja, dat gaat allemaal via de randomizer. Oké, ik heb hier staan... Even kijken, 1, 2, 3, 4... David van Dun! Oh, David. David. Wat heeft David gezegd? Ja, David van... Oh, dit is eigenlijk... Oh, nou heb ik een fout gemaakt. Ik kom er wel weer aan. Nee, David van Dun was eigenlijk degene die vanmorgen geselecteerd was. Oh. Dus dit is eigenlijk de comment van aflevering 6. Nou, oké, weet je wat, dat doe ik dan anders even fixen. Dan zet ik daar gewoon eventjes een gaatje tussendoor en dan krijgen we gewoon de comment van aflevering 6, waarom ook niet. Ach, wel ja. Dus dat is David van Dun. Spoiler, ja, sorry voor degene die dus van aflevering 5, maar dat is... Huh? Nee, Echt, hè? Ik probeer een bordje op te hangen en dan gaan ze weer lopen klooien. En Wat doe je, Guido? Ik sloeg niet. Waarom ontken je zo? Even kijken. David van Dun, en die had... die is niet... Sorry. Ah. Oké, en de comment was... Die outro... Die outro. Kort maar krachtig. Is... awesome. Dat is ook zo. Op het staan. Vind ik wel leuk. Zo, David van Dun, die outro is awesome. Nou heb ik hier dus een gaatje open, want dit is dus voor aflevering 5. Ik zal er nog een keertje bochtjes van aflevering 1, 2, 3, 4, 6. Dit is 5. Degene die van 5 is. Ja, die zien we dan in plaats van vandaag, zien we die morgen. Dus ja, dank jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reactie. Niemand is doodgegaan, dus de reactie blijft helemaal stil. Dus ik ben bang tot aflevering... Kijken, dit is aflevering 8, 9. Dit is alweer aflevering 9, dus daar zal geen bordje voor komen, ben ik bang. Niemand is doodgegaan. Oké. Dus, ja? Gaan we even regelen tot er iemand doodgaat? Nee. Bedankt, ik had mijn HP was gelitst. Graag gedaan. Maar goed, in ieder geval dank jullie allemaal wel voor het kijken. Laat een reactie achter als je daar dus natuurlijk tijd voor hebt, wat je leukste momentje was. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20! We zitten oude leer. Dat is Combination. Hoi. Chocolade Alex. Excuseert u mij, ik moet iemand in elkaar slaan. Bedankt voor het kijken, doei!